participatie, een hype? Denk het niet. Misschien dat eerder het gebruik van het woord participatie te pas en te onpas een hype is tegenwoordig door de hele beleidsplanning waar we uitkomen, door het nieuwe erfgoeddecreet. Maar ik denk als elke erfgoedorganisatie eens goed gaat kijken naar zijn historiek, dat hij toch wel al kan vaststellen dat hij onbewust wel heel wat aan participatie doet. En dat is dan niet altijd geëxpliciteerd in beleidsplannen, in jaarverslagen, wat dan ook. Dus ik denk dat we in Vlaanderen op dat vlak toch wel al goed bezig zijn. Co-creatie, co-productie, hosting. Ik denk als iedereen eens goed kijkt in zijn erfgoedorganisatie, dat we al de goede weg hebben ingeslagen.